Deze video op Doesburg TV wordt mogelijk gemaakt door Al Barbecue, de specialist voor geheel verzorgde barbecue. Burgemeester Van der Wijs die zal nu de officiële opening doen van de gerenoveerde Ooypoortkerk. En Bente zal daarvoor iets aanreiken. Dankjewel. Dus ik mag gewoon zeggen dankjewel, Bente. Ja. Het is helemaal. En dan mag ik hem gaan openen. Ja. En dan ga ik ook wat zeggen. Hierbij verklaar ik deze prachtige gerenoveerde Ooypoortkerk 120 jaar oud. Dat is goed. Voor geopend. Beetje poppenschaar. Ja! Meneer Gerrit Bouwhuis, we staan hier in een fantastisch mooi gerenoveerde kerk, maar er is wel het een en ander gebeurd hier. Hè? Vertel eens, hoe lang zijn jullie bezig geweest? Ja, dat is niet vanzelf gegaan. We zijn 7 maanden aan het bouwen geweest. Dus we zijn begonnen in september vorig jaar en april was het gereed dit jaar. Een hele klus met 10 mensen. Okay. Wat is er allemaal gedaan? Want ik zie een prachtig mooi gebouw er klaar. Ik kan me herinneren dat hier een heel andere plafond in zat in het verleden. Maar wat is er allemaal gebeurd? Ja, het gebouw heeft een behoorlijke historie. Hè? Vanaf 1896. Dus het was een heel oud gebouw. 120 jaar geleden gebouwd. Mm-hmm. En in 1954 is er een behoorlijke renovatie geweest. Hebben ze alles weggestopt. Na de oorlog gingen ze het mooie plafond wegbreken. En een zagboordplafond voor in de plek zetten en wat zaaltjes aangebouwd. Okay. En aan de hand nog een keer bij de verhuizing, 1971. Toen is er weer van allerhande modern materiaal ingekomen. Ja. Okay. Maar nu, anno 2016, was het nodig om inderdaad opnieuw een renovatie door te voeren? Ja, alweer eerder eigenlijk. Ja. Wij zijn als 2 gemeenten hier al samengegaan een jaar of 5 geleden. Toen zijn we ook meteen met schetsen begonnen. Eigenlijk wilden we een nieuw kerkgebouw bouwen, maar ja, 2 bestaande kerkgebouwen verkopen of aan de hand doen, dat zat er ook niet in. Dus deze maar opknappen, herindelen. Dus er waren 2 aandachtspunten, achterstallig onderhoud en een behoorlijke herindeling, die waren nodig. En dat is gebeurd. Ik heb ook begrepen dat de vloer er helemaal uit geweest is en helemaal opgerenoveerd is. Ja, er is een behoorlijke renovatie geweest. Alles eruit gesloopt. Ook alle technische installaties. Het dak is eraf geweest. De vloeren eruit. De walmbekleding. Het glas en lood is vervangen. Dus allemaal nieuwe vloeren, allemaal nieuwe wanden. Allemaal nieuwe techniek. Dus het moet weer perfect zijn. Okay. Dat heeft al een paar recenten gekost, denk ik. Ja, zo'n dikke 5 ton. Ja. Dat waren we wel kwijt. Okay. Maar we zijn wel binnen het budget geëindigd. Okay. Dus geen verscheidingen gehad. Okay. Nou valt het me op dat jullie toch een vrij actieve geloofgemeenschap zijn. Als ik zie hoe de protestantse kerk Nederland, de katholieke kerk onder druk staat. Jullie hebben toch een aardige vaste kern van gelovigen, of niet? Van medebroeders. Ja, dat heb je natuurlijk ook zelf niet in de hand. Hè? Het geloof dat had je gegeven. Daar zal Kees misschien wat meer over vertellen. Maar we zijn er wel voor elkaar. En het is ook een club van heel jong en heel oud. Ook heel veel ouderen die een warm hart de kerk toedragen en heel veel kleine jeugd. Dus er zit wat toekomst in de kerk wat dat betreft. Meneer Kees van der Beek, wat is jouw functie in deze kerk? Ik ben predikant in deze kerk. Aha. Ja. Oké, okay. Nee, dat wist ik niet vandaar. Ja, ja, ja.
Ja. Al sinds 2008. Dus dat is alweer 8 jaar dat ik predikant ben begonnen in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Ja. En in die periode zijn de twee kerken, Christelijk Gereformeerde Kerk en de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, bij elkaar gekomen. Okay. Kees, nu sta je in het hele mooie gerenoveerde pand. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het prachtig. Ja. Echt heel veel. Ik heb er zelf helemaal niets voor gedaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb me gewoon bij mijn eigen professie gehouden, zeg maar. Ja. Dus ik heb me niet met de verbouwing in welk opzicht dan ook maar bemoeid. Dus alle lof voor de mensen die de handen uit de mouwen gestoken. Ja, ze hebben toch overleg met jou over de praktische inrichting en dergelijke en dat soort zaken. Want ik denk dat jij er toch wel iets mee te maken hebt, of wel? In die zin dat we belangrijk vonden dat de kerk ook modern oogt, zeg maar. Dat de kerk toegankelijk is. Ik wilde heel graag, er was hier in het verleden een muur. Als je van buiten naar binnen keek, dan keek je tegen een blinde muur aan. Maar dat je van buiten gewoon regelrecht naar binnen kan kijken. Dat je op die manier als kerk ook een open kerk bent. En het liturgisch centrum, dat is nu net nieuw. Dat is prachtig geworden, zeg maar. Ik moet ook zeggen, het ziet er allemaal heel mooi en heel strak uit. Maar ik heb begrepen dat de kerk niet alleen een kerk is. Jullie gaan ook deze kerk gebruiken voor andere doeleinden. Wij willen heel graag kerk zijn in de samenleving. Dat zijn we van nature, zit niet helemaal in ons bloed. Dus is voor ons ook echt een stap, maar om je ook op buiten te richten, zeg maar. Geloofsgemeenschap, dat doe je als gelovige met elkaar. Maar je wil ook een gemeenschap zijn voor mensen in de omgeving van de kerk. Dus daar hebben we ook verschillende activiteiten. Voor de verbouwing zijn we al mee begonnen. We hadden hier één keer in de maand een eetcafé. Mm-hmm. Dus we konden mensen die vaak alleen of misschien met z'n tweeën eten meedoen aan de maaltijd. En dat leverde toch elke maand wel een aantal mensen op die dan meededen. Maar stel, ik heb een of andere bijeenkomst, stel een familiereunie of zoiets. Ik ben bij 40, 50 man en ik heb ruimte nodig. Dat kan gewoon bij jullie gehuurd worden. In principe kan de ruimte gehuurd worden. Of het nou helemaal geschikt is voor een familiefeest, weet ik niet. Maar bij wijze van spreken voor een sociaal-culturele activiteit. Ja. Een gespreksavond. Ja. Stel dat u zou willen zeggen, van ik wil een of andere film voor een discussieprogramma opnemen. Ja. Moraalridders of wat ook maar. Nou, dat zou heel goed hier kunnen. Okay, nou, perfect. Maar daar zit ik even te denken, het is en blijft een godshuis. Dus een houseparty of zoiets, dat zou hier niet zo gauw plaatsvinden. Ik denk niet dat dat helemaal past bij de locatie. Hij is er ook niet geschikt voor. Dus het moet een beetje passen binnen de sfeer van een kerk. Maar we moeten er ook niet al te krampachtig mee omgaan. Maar daarover zullen de gevoelens nog wel verschillen binnen de gemeenschap ook. Nou, in principe willen wij elke culturele zondag de kerk ook de zondag open hebben. Okay. Dus de eerste zondag van de maand. Na de ochtenddienst blijft de kerk dan open tot aan de middagdienst. En we willen ook graag dan of iets van muziek of dat er een kunstenaar wat werk kan neerhangen. Zodat het ook een reden geeft om even binnen te lopen, zeg maar. Dus dan kunnen mensen ook rondkijken. Elke eerste zondag van de maand. Kees, dankjewel. Graag gedaan. Deze video op Doesburg TV wordt mogelijk gemaakt door Al Barbecue. De specialist voor geheel verzorgde barbecue.